Guus van Hoven, nog één keer terug in zijn 013. In de kleine zaal staat zijn kist en die van zijn vriendin Helena, met een bloemzee eromheen. We hebben het op verzoek van de familie niet gefilmd. De hele dag door komen mensen naar 013. Vrienden, bekenden en mensen uit de Tilburgse cultuursector. Iemand die vol ideeën zat, die altijd vooraan stond om zijn mening te geven, die gewoon een goede vent. Het is niet te bevatten eigenlijk. Nee. En nu nog, ik bedoel, ja, onze school en de 013 zijn zo met elkaar verbonden in Tilburg. Dus ja, ik vind het moeilijk. In het Joshua Tree Park in Californië reden Guus van Hoven en Helena Nulet zich met hun auto vast. Ze werden later op grote afstand van die auto gevonden. Hun lichamen lagen kilometers uit elkaar. Je kunt het niet geloven. Ja, het is ongelooflijk wat daar gebeurd moet zijn. En ik probeer me dat steeds voor te stellen. Dus ik ben een film. Die laatste uren, dat moet iets verschrikkelijks zijn geweest. Maar het blijft onwezenlijk hoe makkelijk je uit het leven weggegumpt kan worden als het ware. Dat is onvoorstelbaar. De afscheidsplechtigheid voor Guus en Helena is pas nu, omdat de lichamen niet eerder werden vrijgegeven door de VS. Je moet je voorstellen dat de medewerkers hier al 10 dagen wachten. We hebben heel veel van Guus geleerd, maar wachten heeft hij ons niet geleerd. Daar kunnen wij niet tegen, wij zijn doeners. En dus op een bepaalde manier zijn we blij dat we weer mogen doen, dat we iets kunnen organiseren en dat we kunnen laten zien hoeveel wij van Guus en Helena hebben gehouden en nog steeds houden. En ook vanavond laten ze dat zien, tijdens een afscheidsbijeenkomst in de grote zaal van 013. De bijeenkomst is om 8 uur en iedereen is welkom.